Ik ben nu een aantal weken Kamerlid, maar ik heb hiervoor 20 jaar in de financiële sector gewerkt. En voor dit debat moest ik me dan ook flink inlezen. Heel flink. En ik begon bij een brief van de Algemene Rekenkamer over deze begroting. En die begon zo. In ons verantwoordingsonderzoek hebben wij voor het derde jaar op rij het financieel beheer van het ministerie van VBS als ernstig onvolkomen beoordeeld. Ik vond dat heel bijzonder. En er volgden nog veel meer notities. En er stond dat het financieel beheer al ernstige tekortkomingen kent. En dat verbeteringen misschien wel in gang zijn gezet, maar dat het nog jaren kan duren voordat financieel beheer op orde is. Want er is een cultuurverandering nodig bij VBS. En daardoor kwamen er allerlei vragen bij me op. Ik kom uit het bedrijfsleven. Zou een bedrijf hier jaar op jaar mee weg kunnen komen? Ja, en zou bijvoorbeeld... Wat als dat bedrijf tegen een accountant zegt van ja, sorry hoor, het duurt misschien nog een paar jaar voordat financieel beheer op orde is, want we hebben een cultuurverandering nodig binnen ons bedrijf. Echt, dit kan gewoon niet waar zijn. Ja, je moet je jaarverslagen en begrotingen gewoon op orde hebben. En de overheid moet een goed voorbeeld geven. Ik wil de minister dan ook vragen hoe zij ervoor gaat zorgen dat het financieel beheer op orde is in 2024. Niet een beetje, helemaal. En hoe zij de Tweede Kamer hier goed in mee gaat nemen. En vervolgens ben ik ook allerlei rapporten ingedoken over langdurige zorg, ouderenzorg, gehandicaptenzorg en GGZ. En net toen ik dacht van ik zie een aantal problemen die we echt op moeten lossen, toen heb ik net als mijn collega de debatten van vorig jaar bekeken. En daar werd gewoon precies hetzelfde gezegd. Ik zie wel bekende gezichten, zeg maar. Ja, er is gewoon niks veranderd. En het ging eigenlijk over allemaal grote maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. Zoals dubbele vergrijzing, lange wachtlijsten in de GGZ, complexiteit van regelingen, personeelstekorten en de regeldruk die overal doorheen spelen. En voor dit debat wil ik er nu twee punten uitlichten, namelijk scheiden wonen zorg en de aanpak van de regeldruk. Een vraag van mevrouw Paulusma. Nou ja, of meer een soort punt van orde. Of laten we kijken of we elkaar ook een beetje heel kunnen houden. Want mevrouw Van der Heel en meneer Mohanders zijn als rapporteur aangesteld namens onze commissie. Juist om dat punt op financiën. En dat is namelijk heel veel werk, rapporteur zijn. Die hebben net hun hele bijdrage ook gedeeld met actiepunten. En ook aangegeven waarin VWS verbeterd is. En het is er nog lang niet. Maar hier stellen dat er niks gebeurt. En daarmee eigenlijk ook een beetje collega's hier tekort doen. Dat vind ik een beetje jammer. Moet ik reageren of kan ik verder?